Inmiddels, lieve luisteraars, 11 over 6. En we gaan het volgende gesprek doen. En mijn gast is meneer Anand Bihari, geen onbekende bij u. Ik hoef hem niet meer te introduceren. Prachtig nummer van Chitra Singh. Ik moet hem helaas hier onderbreken. Meneer Bihari, voor u zet ik Chitra Singh even weg. Ja. Vindt u het ook erg? Nee hoor. Goedenavond, welkom in deze uitzending op deze bijzondere dag, 25 november 1975. Waar was u toen? 1975, toen hadden mijn ouders ons in Suriname, in Zertogenbos, Noord, in een huis geplaatst. Oké. We waren in 1974 al naar Nederland vertrokken. Ja. En we vertrokken vanuit Paramaribo. We hebben in Paramaribo Centrum gewoond toen. Ja, ja. En van Zanderij naar Schiphol en van Schiphol naar Zertogenbos. Zo is het gegaan. Ja. En ik ben eigenlijk in die zin nooit meer vertrokken uit Zertogenbos. Ja. Was dat een opvanglocatie of was het een eigen huis? Nee, mijn vader was natuurlijk voor ons vertrokken. Ach zo, ja, ja, ja. En hij had de mogelijkheid geschapen een huis te bemachtigen, waardoor wij hier ons konden vestigen. Ja. Ja, maar het ging ook via een zusje van mijn vader natuurlijk. Ja, ja, ja. Je hebt altijd wat hulp nodig. Ja, en die waren al hier en die hebben uw vader kunnen helpen. Ja. Ja, perfect. En was u nog erg jong of was u al... Ik was toen 11 jaar, meneer Katten. 11 jaar, dan vraag ik dat. Zo, dan was u piep en piep jong nog. Ja, hè? Ja, ja. Ja, ja. Kijkt u, mijn ouders hebben 8 kinderen. Ja. En we zijn allemaal in Suriname geboren, maar uiteindelijk vanwege de wantoestanden, de deplorabele toestand in Suriname, toen al, kozen veel mensen ervoor natuurlijk weg te trekken vanuit Suriname. Men verkocht haard en huis en vertrok. Ja. Sommigen lieten hun bezit achter en vertrokken. Ja, klopt. Ja. Weet u? Ja. Veel bezit is vernietigd geraakt, omdat men simpelweg snel ervoor koos. Gewoon simpelweg het land te verlaten, wegwezen. Ja, ja. Ja. En bezit achterlaten, bezit is in beslag genomen, geoccupeerd door mensen, vernietigd geraakt. Ja. Is velen overkomen, meneer Karteram. Ja. Dat is onze situatie voor de onafhankelijkheid. Ja, en die ouders, bedoel, wat was hun achtergrond? Waar leefde? Mijn vader, meneer Karteram, is goudsmit geweest. Oké, Hij heeft in de jaren 60 een eigen goudsmit gehad. Ja. Vervolgens is hij met een Chinees samen gaan werken. Ja. Aan de Heilige Weg toen. Ja, ja. En toen hij in Nederland kwam, is hij met dezelfde Chinees in Amsterdam ook gaan werken in een eigen goudsmitzaak. Ja. Dus dat is de achtergrond van mijn vader. Ja. En mijn moeder is huisvrouw altijd geweest en 8 kinderen grootgebracht. En stond u te springen voor het vertrekken naar Nederland? Wel, ik kan me niet herinneren of ik er nou wel of niet eruit wilde uit dat land. Ja. We hebben wel trieste situaties meegemaakt, meneer Karteram, ik kan me nog herinneren. Ja. Wij woonden vlakbij de Mimerebuko-kazerne, Daniel Coutinho-straat. Ja. En wij moesten naar de Arja de Wakerschool, weet u wel, Gemeenlandweg en de Molenpad, nu heet het Kafloediweg, weet u wel. Ja. Op de hoek en natuurlijk gingen we in de ochtend van huis naar school. Ja. En ik loop natuurlijk met mijn broertjes naar school. Ja. En wat overkomt ons op enige dag? Een Afro-Surinamer, een Blakamang, dooft een sigaret uit op de schouder van mijn broertje. Oh god, ja. Nou, mijn moeder belt naar mijn vader in Nederland en zegt van dit is ons overkomen. Ja. Dus hingstak sprong heeft mijn vader toen maar besloten. We moeten allemaal naar Nederland komen. Ja. Dus zo is het gegaan. Ja. Ja. Suriname was niet leuk in de begin jaren 70, meneer Karteram. Nee.
Een grote groep had een armoedig bestaan. Ja. Weet u wel? Jazeker, ja. We wilden natuurlijk verlost raken van de niet zichtbare vijand, noem het de blanke Nederlander. Ja. Toch? Maar binnen Suriname hadden we natuurlijk twee spal tussen de Hindoestanen en de Kriolen. Ja. Otakatori Fade. Toch? De kamp Bruma Henk Aaron. Ja. En de kamp Latjeman. Ja, ja. En het liep niet. Meneer Latjeman zegt tegen alle Hindoestanen tijdens partijbijeenkomsten van beste broeders, zusters, ga weg. Ja. Dat heeft Latjeman gedaan. Ja. Toch? Ja. Nou, mijn vader, ik weet wel, mijn vader ging nooit naar een politieke bijeenkomst. Maar goed, dat was de situatie in het land. Ja. Het is niks nieuws, ik vertel u niets nieuws. Ja. Het is een algemeen feit, toch? Ja. Dat iedereen een beetje kent. Ja. Wanneer je voldoende van leeftijd bent. En u zei net, het armoedig bestaan hadden we te danken aan de bakkeres? Nou, weet u meneer Carteran, we hebben natuurlijk in Suriname een aantal gedachtenlijnen. Ja. Wie heeft het armoedig bestaan veroorzaakt? Stel de jaren 60, 70. Ja. Oké? Okay? Daarvan zegt de Surinamer, ja, de Surinaamse politicus, het zijn de blanken die ons arm houden. We moeten onafhankelijk worden. Ja, dat zeiden de Afro-Surinamers van Henk Aron. Voornamelijk Henk Aron, NPS, ja, geleerden en Bruma, ja. Ja. Toch? Ja. En de PNP deed mee. Ja. Toch? Ja. Van meneer Essert. Ja. Dat is onze historie. Ja. Het was een langs etnische scheidslijnen, ja, gevormde gedachtegang van, ja, de blanke houdt ons arm. Ja. We moeten ons van ze bevrijden. Dat, ja, was de situatie. Ja. Maar is het niet eigenvalig geweest toen? Datzelfde vraagstuk dat waarmee wij nu te maken hebben, mm-hmm, dat in die jaren ook parten spelen. Die Bakra die vertelde ons niet wat we moesten doen, toch? Hoe wij beleid moesten voeren om de mensen een beter bestaan te geven. Wel, dat deden onze mensen. Ja? U zegt het, falen. Ja. Is het ons eigen falen? Ja. Ja, wie hebben toen gefaald? Ja. U weet, jaren 60, begin jaren 70. Ja. Hadden wij veel Surinaamse politici. Ja. Die allemaal in Nederland een opleiding hadden genoten. Klopt. De meesters, de doctoranden, ze toch? Ja. Maar bij Plei Bigileerman. Ja, ja, ja. Ze hebben in hun leven nooit gewerkt, ja, nooit een prestatie geleverd, ja, maar ze werden als zogenaamd intellectuelen als de beste personen aangemerkt om het land te besturen. Precies. Ze hebben het land vernietigd. Ja. Ze hebben nooit gewerkt, het, ja, waren gepemperden Afro-Surinamers en Hindoestanen, ja, toch? Ja, zeker. Het waren gepemperde kinderen, ja, in huis. Ja. Vader, moeder heeft dankzij corruptieve handelingen geld bemachtigd om ze in Nederland een studie te geven. Ja. Ze komen hier studeren en gaan meteen terug en spelen intellectuelen sabimangs, houden ons voor, de pretentie hoort ons voorgehouden, ja, dat ze competent zijn en een land kunnen besturen. Ja. Wij weten, al is het achteraf, ze zijn het niet waard gebleken. Precies. Geen knip voor de neus waard, zoals, ja, dat heet. Ja, nee, daarom wilde ik dat punt toch wel even aanstippen van, bedoel, in hoeverre hebben die bakkers die armoede veroorzaakt. Het waren, naar mijn ervaring en observatie, mm-hmm, zover ik dat weet, ik denk dat u en ik van leeftijd niet veel verschillen, mm-hmm, toch wel onze eigen incompetente mensen, hè, die feitelijk wat u zegt, uit arrogantie gestudeerd uit Nederland, Suriname, mm-hmm, binnenkomen, mm-hmm, gelijk de hoogste posities innemen. Ja. Ja. Toch? Bedoel, zo ging dat. Ja, toch? Je hoefde alleen maar een Nederlandse titel op zak te hebben. Ja. Ik noem ze diploma-bezitters, ja, geen intellectuelen, ja, maar diploma-bezitters, ja, toch? Ja. En in Suriname was dat voldoende, ja, om een politieke functie te verkrijgen. Ja. En dan ging je daar op de stoel zitten. En wat deed u? Wat hebben ze feitelijk gedaan? Ja. 0,0. Precies. He, ze hebben het volk, het land arm gehouden. Ja. He, ze hebben heel veel geld vanuit Nederland gekregen in de vorm van ontwikkelingshulp. Ja. Al die jaren, toch? We waren, ja, statutair, ja, verbonden. En waar is dat geld naartoe, precies, gegaan, meneer, precies, Carteran? Ja, toen wij het geld kregen, ja, toch?
meneer Aaron van de NPS, meneer Effet van de PNP, meneer Ferrier als eerste president van het land, toch? Ja. Die hebben in 4 jaren tijd 875 miljoen NF toen, hè, ja, Nederlandse florijnen, ja, gekregen, zogenaamd opgemaakt met als hoofddoelstelling West-Suriname te ontwikkelen. Ja. Een treinlijn aanleggen van Bakhuisgebergte naar Apura toe, et cetera. We zouden onze bauxietmijn daar ontwikkelen, onze ijzererts, dat we daar hebben in het Bakhuisgebergte omgeving, hè, willen, ja, ontwikkelen. Ja. We hebben een zogenaamde tweede stad willen ontwikkelen, toch? Ja. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben, ik denk, niet meer dan 200 bruinzeelwoningen neergezet, die tot op heden door een groepje Indianen worden bewoond. Ja. Ze hebben het gratis gehad, mm-hmm, toch? Mm-hmm. En 875 miljoen NF, Nederlandse florijnen, was opgemaakt. Maar toen kwam een andere crimineel omhoog, ik noem hem een crimineel, want dat is een vaststaande feit, meneer Boutersen. Ja. Yeah. Toch? Ja. Yeah. Hij zegt van, kijk, Aaron en Effet en Ferrier stelen geld. Ze doen aan corruptie. En daarom pleeg ik een coup met 15 vrienden en ik stuur ze naar huis. Dat is wat er gebeurd is, toch? Mm-hmm. Dus de man Fouramoni, de man Claramoni en Woutersen zei van, ik ben een rechtgeaarde Surinamer. Ik pleeg een coup en ik ga het beter doen, anders doen. Ja. Wij weten allemaal dat deze man, Desiré de Lano Woutersen, een moordenaar is geweest toen. Ja, nee, dat weten we, ja. 8 december 15 mensen gedood, ja, gefolterd, mm-hmm, op een mensonwaardige wijze. Nee. Gedood. Moorden kan nooit goed zijn, hè? Dus, natuurlijk. Ja. Dat heeft hij gedaan. Vervolgens is hij de grootste drugshandelaar geworden van Suriname. Ja. Toch? Ja. Matador, hè, dat, ja, is een term die we in Suriname kennen. Ja. Ja. Hij is de baas van een drugskartel in Suriname in de jaren 80 geworden. Hij heeft het land vernietigd. En in 87 heeft hij met een deal, Lionsberg-akkoord, Lionsberg 1-akkoord, met Aaron, Sumita en Lachmon in Lionsberg een akkoord getekend, mondeling. We gaan teruggaan naar een zogenaamde democratische rechtsstaat. Ja. Met als gentleman's agreement van, denk eraan Aaron, Lachmon en Sumita, you no mag mik mi koina Santa Bomacelle complex. Ja. Dat is de deal geweest, de gentleman's agreement. Ja. Die iedereen verzweeg, toch? Maar als, mm-hmm, je een beetje verstand hebt, dan kijk je naar de werkelijkheid, dan zie je dat dat de deal is geweest. Ja. Maar de Meitapatori, de, ja, Noantakatori. Als we even terugkijken in de historie, hè, meneer Bihar, die 46 jaar. Mm-hmm. Nou ja, dat wat u vertelt, dat heeft u al vaker aan ons verteld. Hè. Wij kennen de verschillende poppetjes die op het politieke toneel hun deel hebben opgevoerd, hebben bijgedragen en weg zijn gegaan. We weten precies wat ze... waar is het in dat land in godsnaam misgegaan met de Surinamers, dat ze na 46 jaar nog steeds het niet hebben kunnen presteren om het land toch wel financieel, economisch tot een gezond land te maken? We weten allemaal, meneer Kartram, we, ja, willen het verklaard hebben. Zij de akondre die sne floreert, ja, toch? Ja. Waarom geen economische voorspoed? Ja. He, waarom zijn we geen Dubai geworden, ja, in betere vorm, ja, toch? Ja. En natuurlijk gaan we zoeken naar misschien economische verklaringen. Ja. Verkeerde investeringen, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Als we een grondige analyse maken van 46 jaar onafhankelijkheid, ja, met Kartaram, dan gaat het niet om een economisch probleem. Dan gaat het niet, hè, om een
sociologisch probleem in die zin. Nee, het gaat om de zuivere politieke wil. In dit verband de afwezigheid van een zuivere politieke wil Suriname daadwerkelijk te ontwikkelen en te doen bloeien. En was het de obstructie? Waarom is die zuivere politieke wil er niet? Nou, dan kijken we naar wie heeft de politieke macht gehad in al die jaren toch? Ja. Het zijn stuk voor stuk criminelen geweest. Aaron, Ezzet en Ferrier zijn door Boutersen naar huis gestuurd. Ja. Aaron was tijdelijk opgesloten, maar goed, pro forma, toch? Ja. Naar huis gestuurd omdat het criminelen waren, volgens Boutersen. Ja. Ja. Maar Boutersen is Rotterdamman, hij laat ze vereigen. Ja. Hij kreeg de macht in de jaren 80 en hij vernietigt het land ook. Ja. De zuivere wil bij Boutersen als zogenaamde revolutionaire leider, toch? Ja. Hij zou het land bevrijden van corruptievelingen, staatskasrovers, want dat waren ze, toch? Mm-hmm. Hij zou Suriname daarvan bevrijden. Maar hij werd uiteindelijk de grootste staatskasrover die we ooit gehad hebben in dat land. Ja. Dus de zuivere wil goed te doen ontbreekt bij onze politici. Wat we zien, meneer Carteram, 46 jaar lang weten we één ding, daar hoef je geen econoom voor te zijn, geen geschoolde econoom of jurist of socioloog voor te zijn. Wat wij weten allemaal, sinds 1975 tot op heden is de Surinaamse munt structureel in waarde gedaald. Ja, en wat ligt de oorzaak daarvan? Nou, de oorzaak daarvan is staatskasseroverij. Ja, ja. Maar goed, laten we zo zeggen, als je 100 euro verdiend hebt en je zou 25 euro daarvan roven, dan heb je nog 75 over. Ja, toch? Ja. En je verdient er weer 100 euro en je rooft er 75, weer 75 over. Dat stapelt. Ik bedoel, het gaat om dat in dat land toch wel in die jaren geen van ze gelukt is om bronnen te genereren waarmee je zelfstandig je geld, je inkomsten kunt verdienen. Was het zo moeilijk in dat land voor al die bestuurders om toch wel vanuit de mogelijkheden die dat land bood, Piet, de kansen, om productie, toch tot stand te brengen? Ja, nee, meneer Carteram, nee. Nee? De verhouding is niet. Stel, Suriname verdiende 100 miljoen per jaar, toch? Ja, ja. De verhouding is niet dat de politici 25 verduisterden en 75 in de economie lieten. Ja. Wel nee, het was andersom. 80% werd verduisterd en 20% werd in de economie losgelaten. Dat is de verhouding in Suriname, meneer Carteram. Ja, en binnenkort hoop ik toch dat feit wordt blootgelegd. Ja. Het komt er. Ik weet het, het komt er. Ja. En dan zal de Surinamer tot inzicht komen, wellicht schrikken, toch? Sommigen gaan zelfmoord plegen, dat geef ik u mee. Dan komt de Surinamer erachter dat ze residentiepolitiek, want zo heet het, hè, dat is de hoofdtitel sinds 1975... residentie, geloven in eigen kunnen. Nou, de politici hebben daadwerkelijk geloofd in hun eigen kunnen te stelen. Het zijn rovers. Ja. Maar en is het niet hoe groot en de omvang daarvan, meneer Carteram, want daar gaat het om. Ja. U moet niet de overtuiging hebben dat het de verhouding 25-75, hè? Ja. 25 stelen, 75 in de economie laten. Nee, in Suriname is de verhouding 20% in de economie, 80% verduisteren. Meneer Boutersen is miljardair. Maar hoe kan dat? Ik bedoel, Suriname is omdat ze zoveel hebben verduisterd al die jaren, meneer Carteram. Ja, nee, duidelijk. Maar Suriname is een rechtsstaat. Ik geloof dat er inderdaad in dat systeem heel veel mensen zijn die inderdaad niet integer zijn.
Maar er zullen toch ook wel integere mensen zijn daartussen. Die bedoel, als je 80% stilt, wil zeggen dat de emmer in één keer met 3/4 leeg is. Ja. Dat ziet toch ook een blinde? Nee. De verblinde Surinamer gaat dat nooit kunnen zien. De verblinde. Daarom konden deze politici ermee wegkomen. En hoe ontstaat een verblinde Suriname? Kunt u ons dat omdat uit? Deze politici ja? De kunst der misleiding zich eigen hebben gemaakt. Begrijpt u, meneer Kardaramt? Zo werkt dat fenomeen. Ja, ja. Ze hebben dankzij de kunst der misleiding dit volk ja. Misleid door ze eerst in een armoedig bestaan onder te dompelen. Ja. Vervolgens komen ze met pakketten, hulpgoederen, u weet wel. Ja. Sis, nis en noem maar op toch. Ja, ja. Olie gratis op de bon. Hè? Familierelaties, dan krijg je bonnen, kan je olie gaan halen en noem maar op toch. Ja. Ze hebben de Surinamers steeds in een onderworpen situatie weten te houden. Ja. Bovendien is gebleken dat de kwaliteit van het onderwijs ja. Slecht is. Toch? Ja. Als je geen Europese, Amerikaanse opleiding had genoten, toch? Ja. Dan heb je gemiddeld genomen een inferieure intellectuele capaciteit gekregen, ontwikkeld gekregen in Suriname. Mm-hmm. Is een vaststaande feit. Ja, als het is niet leuk om te horen, de gemiddelde Surinamer is dom, maar haar domheid heeft een verklaring, namelijk Surinaamse politici hebben structureel het onderwijs op een zeer laag niveau gehouden, meneer Kardaramt. Ja? Ja. Dat heeft veroorzaakt dat de Surinamer gemiddeld genomen als dom gekenschetst kan worden. Ja. Zeg het anders, het is onweldenkend, toch? Vanwege onvoldoende kwalitatief onderwijs. En bovendien daarnaast, de politici weten ermee weg te komen door niet transparant te handelen, mm-hmm. Toch? Mm-hmm. De burger informatie te onthouden. Ja. Ja. En de combinatie van onvoldoende kwalitatief aanwezige onderzoeksjournalisten. Ja. Ja. Anders gezegd, we hebben mediahuizen die meedoen met de politici. Ja. Om de boel te misleiden, de misleiding in stand te houden, ja. Toch? Ja. U weet het, meneer Farid Pierkan is bevriend met de huidige regeringsleider, toch? Is hij dat nog? Ja, hij is dat nog. Oké. Okay. Hij is dat nog steeds. Ja, ja, ja. Ze zullen een schijn willen ophouden dat dat niet zo is. Ja. Hij is het per vandaag. Oké. Okay, nee, okay? ABC is gefinancierd geraakt 2 jaren voor de verkiezingen door de VAP en de ABO. Ja. Oké. Okay? De media in Suriname, de ware tijd, was tot 2020, ja, op de hand van Bouterse. Ja. Ja, je hebt politieke allianties tussen mediahuizen en politici, meneer Kasteren. En de samenwerking hiervan maakt dat de burger onvoldoende goed geïnformeerd wordt. Het maakt dat de burger de realiteit niet kan bevatten, kan snappen, ja. Toch? Ja. En het maakt dat deze politici als criminelen in dat land kunnen regeren en ermee wegkomen. Kijkt u, we hebben het van 2010 tot en met 2020 mm-hmm. Een moordenaar in de functie van president gehad. Ja, het volk kiest ervoor, hè? Ja, dat wordt ook wel gezegd, toch? Ja. Dit volk kiest er wel bewust voor. Ja. Dat is het bewijs van haar onweldenkendheid. Ja. Toch? Onweldenkendheid met als verklaringsgrond onvoldoende kwalitatieve scholing, gecombineerd met onvoldoende informatie ten aanzien van de realiteit. Ja. En dat volk is door het systeem dom gehouden? Of is dat zeg maar de inborst van de Surinaamse gemeenschap? Dat niet iedereen. Ik heb ook rondgelopen in dat land 12 jaar lang. Ja. Ik heb niet gewerkt voor de Surinaamse ondernemer, ook niet voor de politiek. Nee. Toch? Nee. En ik zat naar ze te kijken. Ja. He, ik kijk naar die zogenaamde diploma-bezitter. Ja. Met de pretentie van dat hij intellectueel is. Mm-hmm. Ik kijk naar zijn kinderen.
Ik kijk naar de familierelaties, toch? Ja. Ze hebben niet een voldoende goed ontwikkeld geweten, meneer Carteram. Een onvoldoende ontwikkeld rechtsgeweten. Begrijpt u? Men zou, als je een beetje fatsoen en moraal in je brein hebt, hè, in je bewustzijn hebt doen zetelen, dan mag het niet zo zijn dat je structureel criminele politieke macht geeft. Ja? Ja. We hebben de huidige vicepresident, is een veroordeelde drugshandelaar. Ja, maar goed, hij is gekozen door zijn bosjesmensen. Hij is een bankrover. Ja, maar goed, je hebt de etnische scheidslijnen die veroorzaken dat soort wantoestanden zich kunnen manifesteren in combinatie met een waardeloze grondwet. Dat maakt dat wij een kiesstelsel in stand houden die dit allemaal faciliteert. Ja. Dus de politieke wil om goed te doen, ja, want de grondwet is het resultaat van politiek denken. Heel concreet, een afspraak tussen Bouterse en Aaron en Lachman en Sumita, toen ze de grondwet maakten in 87 weer, toch? Ja. En als je werkelijk inzicht hebt in dat grondwet en inzicht hebt in de maatschappelijke realiteiten en de wijze van democratische inrichtingen van maatschappijen, dan zie je eigenlijk dat de Surinaamse grondwet een communistische inslag had. Namelijk de combinatie van resortraadsleden en districtsraadsleden binnen het bestuursmodel van Suriname. Ja. In combinatie met de zogenaamde districtscommissarissen maakt eigenlijk dat de bedoeling was, en dat was de bedoeling van Bouterse, een communistische staat in stand te willen houden. Ja. Maar feitelijk hebben ze weten te realiseren met dit model dat je de burger corrompeert. Want als je die RR-lid en DR-lid betaalt, toch? Ja. Dan gaan ze zwijgen. En ze raken in een onderworpen toestand ten opzichte van jou als hoofdpoliticus in het land. Nou, hebben ze nou een rol van betekenis in dat bestuur? Nee, want zoals u zegt, u bent op zoek naar... Is de het bestuursvorm van resortsraadsleden en districtsraadsleden, is dat betekenisvol geweest voor Suriname? 0,0 resultaat, meneer Carteram. Het kost alleen maar geld. Het kost alleen maar geld. Het is de bedoeling dat de politieke macht behouden wordt en de burger in een onderworpen toestand blijft. Ja. Dat is de bedoeling van dit bestuursmodel dat grondwettelijk is verankerd geraakt. Ja. En hiermee constateren wij dat wij 46 jaar onafhankelijkheid zouden willen bejubelen. Hè? En de onweldenkende huidige burger die rondloopt en of via social media loopt te verkondigen: ik feliciteer je met je residentie, vrijheid, et cetera, et cetera. Nou, dat geeft blijk dat de huidige burger nog steeds in waanideeën leeft. Slechts los van mezelf. De realiteit. Ja, ja, ja. 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 Maar meneer Bihari, oké, ik ben met u eens, hè. De schets die u ons voorhoudt, daar kan ik alleen maar beamen. Maar na 46 jaar, hè, bedoel, en dan voor de onafhankelijkheid, in welk jaar kregen we zeg maar het algemene en het actieve kiesrecht? Wel, kijkt u, we hadden natuurlijk sinds de jaren 50, toen de politieke organisaties in Suriname zich mochten oprichten, toch? Ja. Kreeg je het fenomeen dat de Nederlander toestond dat in het zogenaamde bestuursmodel dat we toen hadden, dat Surinamers zitting namen, in het zogenaamde halfslachtige, wetgevende, noem het regelende orgaan. Ja. Toch? Ja. De blanken bepaalden wat er moest gebeuren en deze poppetjes gingen verdedigen wat de blanken wilden uiteindelijk. Min of meer.
min of meer. Kijkt u, toen de blanke, de Afubaka waterkrachtcentrale, ja, hebben gebouwd, toch? Ja. Het is niet een voldragen idee van een Surinamer. Ja, ja, nee, ik, nu, dat had te maken, net wat u zegt, hè, intellectueel niveau van Surinamers. Mm-hmm. Natuurlijk heeft men in de loop der jaren zich wat ontwikkeld. Maar teruggaan in de tijd was het natuurlijk nog erger, zeg maar, belabberd aan toe. Ja, dus had je de kennis en deskundigheid van de Nederlanders nodig om grote zaken van de grond te kunnen tillen. Maar je kunt ze niet verwijten dat zij ons in onze ontwikkeling in de weg hebben gestaan. Ze hebben ons statutair de mogelijkheid geboden om zelf verantwoordelijkheid mee te kunnen... te doen, ja, ja, verantwoordelijkheid toch? Te dragen. Ja, toch? Alleen wij hadden politici, althans halve politici toen, toch? Ja, ja. Die niet de zuivere willen hadden, daar gaat daadwerkelijk ja, ja. Suriname op de eerste plaats te zetten. Kijk, als meneer Latschman en Pengel en ieder ander die toen leesbestuurlijk verantwoordelijkheid kregen, van de, zeg maar met de juiste bedoeling die rol gingen vervullen, dan hadden ze betere stappen kunnen maken naar ontwikkeling en groei. Toch? En die Nederlander die stond klaar om de helpende hand te bieden. Maar we zien dat in die loop der jaren onze mensen met zichzelf bezig zijn geweest. En minder met het belang van hun mensen, op wiens naam, instigatie, zij uiteindelijk hun positie te danken hadden. Toch? En ze wisten die etnische snaar goed te bespelen. Om iedere keer, als die verkiezingen waren, om toch wel, ondanks het feit dat ze voor de gek gehouden werden, belazerd werden, om toch hun stem aan hun te geven. Ja. Toch? Ja, maar goed, het bewijst eigenlijk de onweldenkendheid van de kiezer, stemmer, toch? Ja. Ja. Het bewijst ook het manipulatieve karakter van de politici. Ja. Toch? Ja. En het samenspel van deze twee maakt dat we in een deplorabele toestand blijven verkeren in Suriname. Dus hoe ga je dit dan doorbreken? Hè? De kettingverbondenheid tussen politici, misleidende politici en onweldenkende stemmers. Hoe ga je dat doorbreken? Kan je dat doorbreken? Is er een Surinamer in Suriname aanwezig die dat kan doorbreken? Het zou eventueel kunnen, maar dan moet er, zeg maar, competente personen opstaan, hè? U zegt het, competent. Ja. Niet alleen competentie, meneer Carter. Ja, nee, maar met een bepaalde ideaal. Hè? Ja, ze moeten een ideaal voor ogen hebben. En vanuit een bepaalde ideologie willen werken voor het hoger doel. Hè? Ja. Het dienen van de samenleving. En ongeacht of je nou neger bent, of Hindoestaan bent, of Javaan. Het gaat om het belang van de Surinamer. Hè? En dat men een bepaald doel erop nahoudt om met het land en het volk ergens naartoe te willen gaan. En dat bedoel ik met een competente leider. En die hebben we niet, nog steeds niet. We hebben allemaal van die leugenaars die opstaan, een mooi verhaal voorhouden. Ja. Ja, en vervolgens, puntje bij paaltje, gaan ze hun vrouw benoemen. Precies. Nou, wat zien we, meneer Carterham, hè? Achter de façade van pretentievolle politici, zien we eigenlijk het bestaan van criminelen in het politieke spectrum. En wat we zien is, als we op zoek gaan naar een antagonist in dit spel, de huidige politici zijn de protagonisten en de nieuwe leider die voor het volk zou moeten komen, als antagonist zouden moeten aanmerken, die bestaat daar niet. Toch? Want achter ik sprak net een mevrouw, hè? Mevrouw Spier. Ik weet niet of je dat gesprek hebt gevolgd. Nee, ik kon het niet. Ja, en mevrouw Spier zegt, hè, van dat is een stammenkwestie in dat land. Yeah. En dat zei meneer Kalu ook. Hè? Mm-hmm. We zijn heel erg op stammen georiënteerd. Hè? En vanuit het stammendenken proberen we ook te werken aan macht. Het concentreren van macht. Ja. Dat is het probleem van Suriname. Zolang je dus met elkaar denkt in groepen, hè, en niet vanuit een hoger doel wil gaan voor het belang van het Surinaamse volk, zal het niet lukken. Weet u, meneer Carteram, we hebben een theoretisch verklaringsmodel van
Wil je Suriname verbeteren? Ja. Dan gaan we aanknoping zoeken bij een theoretisch verklaringsmodel, toch? Ja. Een visionaire leider, toch? Die competent is. En een politieke organisatie zal leiden die ook bestaat uit competente, goedaardige mensen. Ja. Maar wat we zien in Suriname, of het nou NDP'ers zijn, of VAP'ers zijn, of NPS'ers zijn, de leiders zijn volledig incompetent en onbekwaam. Ja. En zij selecteren binnen hun politieke partijen ja-knikkers. Ja. Maar zijn laat ik het heel denigrerend zeggen, onderkruipsels, toch? Ja, maar zijn er geen karaktervolle, intelligente... Dat is wat ik bedoel, de mannen karakter hebben geen inborst. Hè? Maar meneer Bihari, 600.000 mensen, dat moeten toch 20 van die mensen zijn die karakter hebben? Nee, meneer Karteram, nee. Ik heb geploeterd. Mm-hmm. Ik heb mijn kennis en kunde willen geven aan enkele Surinamers daar. En ook deze groep is gebleken niet die zuivere inborst te hebben. Heel simpel, meneer Karteram. Geweten, rechtsgeweten, daaronder heb je als fundament een complex van fatsoen en moraal, ongeschreven regels, toch, fatsoensnormen. Ja. Dat is wat aanwezig zou moeten zijn. Ja. De manabing. Ja. Nee. Ja, Tris, moeten we treurig vaststellen dat Suriname nog verkeert in een primitieve staat, waar mensen heel erg gericht zijn op het persoonlijk belang, het individueel belang als hyena's. En alleen erop uit zijn een prooi te maken. En voor de rest totaal geen gevoel hebben van verbindingen maken met elkaar samen. Het hoger doel nastreven. Vaststellen dat we gemeenschappelijke noden en problemen hebben. En dat we met elkaar gemeenschappelijk ook tegen die noden aan zouden moeten gaan. Dat kan niet, meneer Karteram. Weet u waarom kan het niet? Een fundamentele beletsel in Suriname is je grondwet. En de daarin verankerde kiesstelsel. Toch? Ja, maar wat is in het grondwet dat verbiedt dat wij een hoger doel collectief samen zien, dat detecteren en voorgaan? Ja, maar helaas. Ja. Helaas hebben we een theoretisch model uitgewerkt in onze grondwet. Ja. De praktijk is: zorg ervoor dat wij als criminele politici de macht behouden. Zorg binnen je eigen politieke partij dat jij koning bent. Toch? Leider, koning bent, dan ga je selecteren op incompetente, onbekwame mensen, toch? En zo brengen zij eigenlijk de invulling mee aan wat zij als goed bestuur willen gaan kwalificeren, van goed willen doen in Suriname. Maar 46 jaar lang hebben de bestaande politieke partijen die in het machtscentrum hangen, in oppositie en coalitie, bewezen dat ze Suriname niet een voorspoedige ontwikkeling kunnen geven. Niet willen geven of niet kunnen geven? Ze hebben niet de zuivere wil dat te realiseren. Ja, dus... Ze hebben pretenties. Ja. Hè, ze komen. En u weet, meneer Karteram, politici hebben de kunst der misleiding eigen gemaakt. Je moet beloftes maken. Ja. En een volk in een armoedig bestaan verkeren. Ja. Onvoldoende weldenkend. Ja. Toch? Ja. Aan mij kort Pina. Hij wil overleven. En dit individu gelooft in beloften, mooie woorden. Ja. In de verlosser. Ja. In de Messia. Ja. Toch? Ja. En u weet, meneer Santokki had gepredikt, hij is de redder van Suriname. Ik weet dat hij de grootste crimineel in Suriname momenteel is. Maar u zegt het met zoveel, agressie. Ik ben niet agressief, meneer Katram. Omdat wanneer meneer Santokki mij nu zal hebben beluisterd, he knows what I am talking about. Ja? Ja, weet het verdomd goed. U kunt dat staven dat hij een crimineel is? Ja, ik zeg dit, want ik hoop natuurlijk dat hij een rechtszaak tegen mij begint. Ja, ja. Zodat ik hem kan confronteren met zijn leugens en bedrog. Ja, maar wat weet u dat wij niet weten?
dat kan ik helaas nog niet Nee, dat is een weglopertje. Nee, ik ken u als een hele sterke, stevige man, hè. U staat voor uw ding. Ik doe, kom op. Wat weet u dat wij niet weten? Laat de wereld weten, toch? Nee, het is Striffie Dins. Dat kan echt nog niet gepubliceerd worden via uw kanaal, op deze wijze. Ja, maar u zegt hij is een crimineel, zegt u dat? Ja. Weet wat Bontes een crimineel is, ja, toch? Ja. Brunswijk een crimineel is. Ja. Ja? Nou ja. Adil een crimineel is, ja, toch? Ja. We hebben Amirali gehad toen, toch? Ja. Als crimineel gekenschetst kan worden, toch? Ja. De nieuwe leider, meneer Santokki, is gekomen, toch? Ja. Op 16 juli is hij regeringsleider geworden van het land, toch? Ja. Toch? Ja. Hij had op die dag de politieke macht te heersen over alle staatsinkomsten van Suriname. Ja. Ja? Ja. Hij weet op die dag wat Suriname moet ontvangen aan staatsinkomsten. Mm-hmm. Ik weet dat hij verzwijgt dat bepaalde staatsinkomsten niet binnenkomen. Mm-hmm. Dat betekent me niet... Santokki, u bent een crimineel. Ja, nee, ik bedoel, maar even meneer. Meneer nee, gaat nee, feit, nee, meneer, dat feitenmateriaal kan ik nog nee, niet nee, nee, het gaat, nee, nee, het gaat niet om het feit. Ik bedoel, crimineel, criminaliteit heeft verschillende definities, hè. Bedoel, laten we dat en even... Hij is een strafwaardige crimineel. Is hij een strafwaardig crimineel? Ja. Zeker weten. Het is een rechtsstaat en hij wordt nog niet veroordeeld. Nee, we hebben geen rechtsstaat, meneer Carteram. Onze laatste uitzending. Nou, we hebben een hartst... Ja? Heb ik toch geoordeeld. Ja. Suriname is een narco-staat en geen democratische rechtsstaat. Dus u zegt dat op dit moment de president van Suriname een crimineel is? Zeker weten. Nou, dat is nogal een uitspraak, meneer Rubiari. Ja, en laat jij me dagvaarden. Ja. Ik wacht op die dag. Ja, oké. Nou ja, ik ga ervan uit dat u dat kunt onderbouwen. Hij weet dat ik dat kan. Hij weet dat u dat kunt. Dat is het mooie, ja. Oké. Okay. Nou, we zijn nieuwsgierig, hè. Mm-hmm. Want we staan wel op als hij als president... Waar het om gaat, meneer Carteram. Ja. 46 jaar lang, toch? Ja. Houden deze politici het volk voor de gek. Dat is waar. En je kunt ook zeggen, het volk wil voor de gek gehouden worden, dat is ook prima. Dat is ook waar. Ja, en dat is ook waar, toch? En we hebben een verklaringsgrond daarvoor gegeven. Mm-hmm. Ontoereikend onderwijs. Ja. Ja. Onvoldoende transparantie, openbaarheid van bestuur. Ja. Toch? Onvoldoende verantwoordingsaflegging. Ja. Toch? Accountability is er niet. Ja. Toch? We hebben gezien laatst dat een accountant als directeur van de centrale bank de staat heeft opgelicht, toch? U heeft het hij over... zit nu in de gevangenis, toch? Meneer Robert van Trick, toch? Ja. Diploma-bezitter, toch? Ja. Hij zat te pronken van, kijk, ik bezit 3 diploma's, kijk hoe geweldig ik ben. Ja. Hij had een auto gekocht op kosten van de staat. Dat de koningin van Engeland alleen kan daarin plaats kan nemen. Ja. Want ze bezit het niet, ze krijgt het van de staat. Maar kennelijk was zo iemand ziek, meneer Bihari. Want een gezonde man kan zo'n domme fout niet maken, toch? Nee, maar wat we zien, meneer Kasteraan. Ja. Maar zieke mensen kunnen dus... Ja. Het zijn eenvoudige uitspraken, alleen men wil dat niet overnemen. Ja. Toch? Ja. We hebben mythes. Ja. Van Santokki is een sheriff. Ja. En ik vraag me af, wanneer heeft deze sheriff een grote drugscrimineel? He? Dankzij opsporingsonderzoek. Ja? Aangepakt en opgesloten na hij. Ja, dat weet ik. Nou ja, goed, ik, nogmaals, ik ga ervan uit dat u de feiten kent, dat u dat allemaal zo zonder enige vorm van beperking kunt zeggen. Ik heb die feiten niet, ik kan dat natuurlijk van hieruit niet weer leggen. Nou, het nog enige staaf, dat hij op zijn konto kan schrijven, dat weet iedereen. Ja. Zogenaamd heeft hij Roger Kahn aan de Amerikanen uitgeleverd, toch? Ja. De Guyanese drugshandelaar, toch? Ja. Maar dat is geen prestatie van Chan. Ja. Maar even teruggaan naar het bestuurlijke, meneer Bihari. We zoeken naar de redenen, de oorzaak van waarom het na 46 jaar allemaal nog steeds niet heeft willen lukken.
En u heeft al een paar zaken genoemd, hè. Mevrouw Spier zei dat het te maken heeft met het feit dat Suriname verdeeld is. Dat het heel erg etnisch allemaal nogal aan toe gaat. En dat inderdaad bij het aanwijzen van posities nog altijd langs lijn gaat van etniciteit en familie en vrienden. Ja, de etnische scheidslijnen, meneer Kasteram, als verklaringsgrond, is een misbruikargument. Begrijpt u? Ja. De politici hebben geleerd dat wij een jaar, 2 jaar voor verkiezingen de etnische snaar moeten aanroeren. Ja. Toch? Ja. En dat maakt dat de coulis op VAP gaat willen tegen stemmen. Staan, ja. Toch? En de Blakamang op NPS of NDP. Zwart op wit. Maar dat is toch niet meer zo? Ik bedoel, het is niet zo dat de Hindustan nog op de VHP steppen. Dus, Maar dat was voorheen de gedachtegang, toch? Ja. En de Maron op ABOP blijft stemmen, et cetera, toch? Ja. Voor de ABOP geldt, hè? Bosland Creole ABOP. Ja. Met een kleine splitsing in bij de Saramakers, Saramakaners. We hebben Saramakaners en Okaners, toch? Ja. En die Saramakaners kiezen voor de BEP, toch? Ja. En de Alkaners kiezen voor de ABO. Ja, toch? Maar goed, dus die mensen... die groepering heb je ook etnische scheidslijnen in die zin. Ja, maar we zien, kijk, van die Bosland Creolen snap ik het, hè. Die moeten nog een inhaalslag maken. Mm-hmm. Hè, dus, en ze zijn verwaarloosd geweest, achtergesteld geweest. Ja. En ze komen nu, vanuit het binnenland naar Paramaribo, is de stad in, om ook natuurlijk, welvaart te proeven en ook hun delen op te eisen. Terecht. He, de oude politiek heeft deze mensen altijd een beetje genegeerd, in de steek gelaten. En ze hebben dus nu hun politiek huis gevonden. Ja. Maar als we kijken naar de stadskriolen en de Hindustanen, dan is toch die etnische keuze van politieke leiders, dat is toch nu, dat heeft men toch achter zich gelaten. Ik bedoel, de Hindustan kiest niet per definitie voor een Hindustan. Ik ga je teleurstellen. vertel. <Nee. laughs> Ik zie de Surinamer als een racistisch wezen. Nog steeds. Ja. Ze houden de schone schijn op. Ja. Zogenaamd, we hebben een moskee en een synagoge naast elkaar. Maar geloof me, meneer Kasteram, die twee groepen in Suriname, they don't live with each other. De twee, is een schone schijn ophouden. De synagoge en de moskeegangers. Ja, precies. U weet, in Suriname hebben we de twee gebouwen naast elkaar. Ja, een moskee en een synagoge. Ja. En de synagoge, toch? Ja. De Joden en de moslims. Ja. Even cru, zwart op wit uitgedrukt. They don't live together? Nee. Maar ik begreep dat ze van elkaar... Meneer Kasteram, ik was lid van een schietvereniging in Suriname. Ja. Oké, de vereniging organiseert een dagje Cola-kreek, toch? Ja. Ik verschijn. En u weet, de schietvereniging heeft een aantal schietdagen in Suriname per week en op mijn dag, hè? Ja. Zie je natuurlijk wie allemaal lid zijn. En ik kom daar in Cola-kreek en ik ben de enige coolie Hindustan. Oei. Snapt u? En ik vraag tegen de voorzitter, een ex-rechter, Fawaka. Ja. Toch? Ja. En? Meneer Kasteram, de Surinamer is nog een racist. En u zegt van tussen al die anderen was u alleen Hindustaan. Precies. En de overigen waren dan? Allemaal Kriolen, toch? Ja, maar lag het aan de Kriolen of lag het aan de Hindustaan? Dus wie is dan het probleem in het hele gebeuren? Ja, misschien willen wij niet meedoen, toch? Dat kan toch ook? Nee, beide groepen willen niet meedoen. Ja, dus ze houden elkaar op. Maar ze hebben u wel uitgenodigd. Nee, mama, ik was anders. Ik sta er anders in, weet u wel. Meneer Bihari, het nieuws begint. Laten we even naar het nieuws luisteren. Dan kom ik bij u twee tellen, ja? Oké. Dit is WNC. Ik ben Michael Kames. Goedenavond. Frankrijk wil zondag een vergadering in Calais met vertegenwoordigers van de Europese Commissie en met de Belgische, Duitse, Nederlandse en Britse migratieministers. Insteek is om tot een betere samenwerking te komen en de strijd op te voeren tegen de netwerken van mensensmokkelaars. Steeds vaker proberen migranten in bootjes vanuit Frankrijk de Britse kust te bereiken. Gisteren kwamen daarbij 27 migranten om.
Net als Nederland kondigt ook België morgen extra coronamaatregelen aan. Premier Alexander De Croo heeft het coronaberaad bijeengeroepen voor een spoedoverleg. De premier zei dat een vaccinatiecampagne voor een boosterprik versneld moet worden en dat hij kijkt naar extra ondersteuning voor de zorg. Ook staat onder meer een nieuw pakket steunmaatregelen op de agenda. Bij een inval door de Fiat in een bedrijfspand in Heerlen is een illegale sigarettenfabriek opgerold. Naast een complete productielijn lagen er miljoenen sigaretten opgeslagen. Er zijn 23 arrestaties verricht. De verdachten komen allemaal uit Oost-Europa. Ook zijn twee woningen in Sittard en in Valkenburg doorzocht. Het onderzoek van de Fiat loopt nog. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht kan lokaal een bui vallen. Het kwik daalt naar rond het vriespunt in Limburg en naar zo'n 3 graden aan zee. Morgen is het bewolkt. Vooral in de middag en avond vallen buien. Door een stevige wind voelt het water koud aan bij maxima tussen 5 en 7 graden. En tot zover het nieuws. Goed, we laten Mohammed Rafi even voor wat het is. We gaan, nee, ik kan u dat niet aandoen. We waren net bezig te praten over dat uitje van u met uw schietvereniging. En dat u daar tussen maar één enkel Hindoestaan was. En de vraag is, wie is daar wat is daar de reden voor? Waren de Hindoestanen die zo passief zijn, die zich nergens voor aanmelden en dus geen lid zijn van een schietvereniging? Ja, dan in zijn uitjes, dan bent u als enig lid natuurlijk ook enig Hindoestaan. En kun je toch niet zeggen dat de Creool racistisch is? Meneer Carteren? Ja? Ik heb gezien, toch, dat ze naar de media toe een schone schijn willen ophouden. Ja. Dat het geen racisten zijn, nee. Toch? Maar in hun dagelijkse effectieve gedrag blijken het allemaal racisten te zijn. Naar beide kanten toe? Of? Aan beide kanten. Ja. Aan beide kanten, meneer Carter. De Hindoestaan lust de Creool niet. De volledige integratie, ja. Assimilatie, of hoe ze het ook willen noemen. Ja. Daarvan nog geen sprake. Ja, we hebben gemengde huwelijken. Ja. En ja, er is een tendentie van de ontwikkeling van gemengde gezinshuishoudingen. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee het racistisch element tussen de groepen is weggevaagd. Ja. Daarvan nog geen sprake. Ja, men doet niet samen aan hogere doelen. Nee, dat kan ook niet. Nee. Hè? Vandaar dat wij geen nationalistische politieke partijen hebben en beweging hebben in Suriname. Maar als we naar de NDP kijken. Ik bedoel, de NDP is toch bij uitstek een partij met alle groepen erin. En je ziet ze ook in het parlement. Nee, en je nee, straks, Nee. De NDP is een partij opgebouwd van NPS'ers. Ja. En de HPP'ers en de Mohammedanen of islamisten uit Suriname. Ja. Toch? Ja. En een marginale groep Hindoestanen, meneer Carteram. Die dankzij omkoperij hun stem gaven aan de NDP. Even kijken hoor. Ik bedoel, er zijn toch best wel wat Hindoestaanse namen te noemen. Nee, meneer Adin. Permisser. Ashwin Adin. Ja. Toch? Ja. En even kijken wie ik u nog meer kan geven. Verder in het duidelijke hoogpolitieke spectrum naar hij. Die Angulaal was toch ook een Hindoestaan? Ja, maar dat is van geen betekenis. Ja. Toch? Is echt niet van betekenis, meneer Carteren. Nee, maar de grootste groep binnen de NDP was moslim of NPS gelieerd geweest toen. Ja. Dat waren de overlopers van de NPS naar de NDP. Daarom heb je altijd rijving in de top tussen NDP en NPS. Ja. Ze kunnen elkaar niet luchten omdat de een vindt dat je mijn mensen hebt weggehaald bij me. Toch? Ja, dus u zegt van het doorbreken van dat etnisch denken en etnisch organiseren, dat bewustzijn is er nog niet. En heeft u er vertrouwen in dat dat binnenkort of op termijn wel zal komen? Misschien na 10, 15 jaar, maar voorlopig niet. Nee. Daar is het nog te racistisch voor. De inborst van de huidige Surinamer is nog te racistisch gekleurd, meneer Carteren. Ja.
Het is een ideaalbeeld. He, te denken dat dat bij de verkiezingen, de eerste verkiezingen, zo zal zijn. Nee, het blijven racistische individuen. Ja, meneer Bihari, is dat ideologisch of is dat gevoed door vooroordelen die onze... Kleingeestigheid, meneer Kasseram. Ja? Ik heb u gezegd, de grote groep is een onweldenkend wezen. Ja. Het heeft geen intellectuele capaciteiten zichzelf eigen gemaakt om... He, op een hoger niveau fatsoen en moraal gedefinieerd te krijgen in haar bewustzijn, waardoor het niet denkt in termen van jij lijkt niet op mij, hè? Ja. Snap je? Ja. Maar toch, ik ga met jou samen optrekken. Nee, het denkt nog steeds in termen van kleur. Ja, is toch gek, hè? Dat betekent dat uw bewustzijn, hè, en in het bewustzijn zetelt een complex van fatsoen en moraal, normeringen, waarden, oordelen, toch? Ja, ja. Nou, dat is nog steeds negatief gekleurd, racistisch gekleurd. Dat betekent dat het onrealistisch is te verlangen, te verwachten dat deze mensen bij de eerstvolgende verkiezingen blijk zullen geven van het zijn van antiracisten. Nee. Dat haal je nu nog niet weg. Ja, maar net wat ik stelde vast, hè, dat het niet ideologisch is. Dat is waarschijnlijk door vooroordelen ingeslopen. En voor een deel ook, misschien door de koloniale tijd. Mm-hmm. Hè, bedoel, en zonder dat ik de heersers daar de schuld van geef. Ja. Ja. Maar dat door de verschillende momenten dat de mensen binnenkwamen, ze niet met elkaar optrokken, een eigen territorium, stam vormden toen de tijd. Toch? Ja. Is men ook niet tot elkaar gekomen, waardoor er allerlei negatieve ideeën ontstond ten opzichte van elkaar. Is dat niet meer de verklaring voor dat er nog steeds... Nee? Ja en nee, meneer Karteram. Ja en nee. Kijk, vandaag hebben we het over residentie, onafhankelijkheid, toch? Ja, ja. En het armoedig bestaan van de Surinamers sinds 1975. Het was er daarvoor aanwezig, toch? Ja. Maar sinds 1975 hebben de Surinaamse politici, die in hun onafhankelijkheid zelf mochten besturen, toch? Hebben ze ervoor gezorgd dat dit land geen ontwikkeling heeft gehad, nog steeds in een failliete status blijft verkeren, 45 jaar lang de valuta van het land in waarde hebben doen dalen, toch? Ja. Dat is de situatie waaronder we verkeren en dat is het resultaat van politieke besluiten genomen door politici. En wij zijn op zoek naar een bevrijding. Ja, en we stellen vast dat het feit dat het allemaal zover nog steeds is gekomen, te verklaren is aan het feit dat er mensen zitten die niet competent zijn. Ja, incompetente mensen, maar ook de zuivere wil ontbreekt, toch? Maar we hebben ook, waar we ook mee worstelen, meneer Karteram, is een mythe die we ook in stand houden ten aanzien van Suriname. Namelijk, een bepaalde groepering in Suriname wil de schuld nog steeds leggen bij de blanke man. Maar u deed het ook. De kolonisator. Ja, maar u deed het ook. Nee, ik wil zeggen... Ja. Vanaf 1975 tot nu toe is het niet meer de schuld van die blanke man. Oké, gelukkig. Het is de schuld van de Surinamer die sinds 25 november 1975 aan mij pleit Biggie Mangs, Koroman, competente man, bekwame man. Ja. Hij bestuurt en wat heeft hij gedaan? Steeds het land vernietigd. Toch? En de huidige regeringsleider heeft al 16 maanden bewezen, hij kan het land niet een positieve ontwikkeling geven. Ja, en op hem hebben allerlei etniciteiten gestemd, hè? Ja, gelukkig, want men was het ditmaal wel eens dat de vorige crimineel, meneer Boutersen, opgeruimd moest worden. Ja. Hij moest opgesloten worden, meneer Santokki had beloofd. De dema furu en mositak de ma furu, toch? Ja. Heeft het gezegd, niet één keer in de media, herhaaldelijk heeft hij het gezegd tot aan de verkiezingsmoment. Ja. Wij gaan achter het gestolen geld en de persoon gaan we opsluiten, aman bij play sheriff. Ja. Toch? Ja. In de verkiezingen
van 2014, 2015, het verkiezingsmoment toen, speelde hij Mr. Sheriff als president. Namelijk, ik ga de corruptievelingen van Wouterse opsluiten. Hij doet het niet, zei de Amane Doeing. Ja, omdat hij zelf wat op zijn kerfstok heeft. Zeg. Precies, ja. zeg het heel cru en keihard. Ja. De man is een crimineel. Ja, dat zegt u, hè? Ik zeg het, ja. Ik heb al vele analyses gegeven dat hij medeplichtig is aan de staatskasseroof van Wouterse. Want je hebt mij verteld... Maar hoe kan hij dan met droge ogen zeggen van Wouterse heeft het land in de verdoemenis geholpen? Hij heeft financieel de boel leeggeplunderd. En als hij dat zo zegt, en u zegt van hij is debet aan wat Wouterse gedaan heeft, dan, dat hou je toch niet lang droog. Ik Wouterse heb dan ook persoonlijk gezegd, toch? Suriname is klein, meneer Kateran. Ja. De VAP heb ik persoonlijk verteld, Brada Amang F. Furmoni. Santoki. Ja, ik heb het ook aan de VAP. Waar mij Furmoni dan? Bij de centrale bank. En ze hebben ook een aanklacht ingediend tegen hoofdraadminister van Financiën, toch? Ja. Van de staatsschuldenadministratie, klopt niet, toch? Ja. En nu heb je de macht, je hebt de administratie onder je. Ja. En je komt niet met een nieuwe strafklacht. En dan in ditmaal ook daarbij Wouterse erbij als hoofddader aan te merken. Waarom doet de VAP dat niet? En dat is voor u voldoende om te zeggen omdat hij zelf debet is. Kijk, dan krijg je in het rechtsdenken, in het strafrechtsdenken, heb je hoofddaderschap en mededaderschap, medeplichtigheid, toch? Ja. Ik had eraan. Ja. Toch? Ja. En de staat is leeggeroofd door Wouterse. De NDP is een criminele organisatie geweest, al die jaren. Ja? Het land is failliet geraakt. Ja. Hij heeft valse documenten gemaakt. VAP weet het. Ja. Heeft u de presentatie van meneer Ashunadin gezien en gehoord? Laatst? Nee, even. Want daarin staat, daarin verklaart hij, nou ja, aan publiek, dat hij niet een lege staatskas heeft achtergelaten. En hij laat tabellen zien waarin toch wel best wel heel wat 100 miljoenen US dollars, lees een aantal miljarden SRD's, nog altijd in de kas waren toen zij de boel overdroegen. Dus, nog meneer Adin, ja? Nog meneer Santoki, ja? Kan zich beroepen wat de werkelijke omvang was van de staatskas op 15, 16 juli. Ja. Geen van beide partijen kunnen objectieve data op tafel leggen van dit is de kassenreserve geweest. Ja, maar vindt u dat niet een bedenkelijk... Beide partijen liegen erover, ja, meneer Kasser. Maar vindt u niet bedenkelijk dat meneer Adin aan publiek, in de openbaarheid, met tabellen laat zien van wat de stand van zaken was financieel. Ja, nee. Nee, maar dan had toch de minister van Financiën... Moet ik uitleggen, meneer Carter, moet ik uitleggen. Oké. Beide partijen stellen dat op 24 uur 15 juli de kassenreserve stel 500 miljoen was. Precies. Stel. Ja. Oké. Adin zegt het is 500 miljoen. Gayadin VAP zegt het is niet 500 miljoen geweest. Oké, wie moeten wij geloven? Dan krijg je het vraagstuk van welke partij kan zich erop beroepen objectief verifieerbare data op tafel gelegd te hebben. Nou, dat betekent, wil je dat op tafel gelegd krijgen, dan moet je accountantsverklaringen hebben bij cijfers die op dat moment van toepassing zouden moeten zijn. Ja. Hebben wij dat voorhanden? Nee. Waarom hebben wij dat niet? Omdat dat natuurlijk afhankelijk is ook van de jaarrapporten van de centrale bank. U weet, de centrale bank van Suriname is de kashouder van de staat, van de regering. Ja. Oké? Zij voeren de administratie ten aanzien van het kassalo van de regering. Maar wij weten allemaal dat er sinds 2016 geen jaarrapporten van de Centrale Bank van Suriname door een accountant gecontroleerd en voorzien
van een goedkeurende verklaring dat de cijfers een goede presentatie geven van het vermogen en resultaat van de Centrale Bank van Suriname. Waardoor wij nooit en ten nimmer een oordeel kunnen geven ten aanzien van de omvang van de kasreserve op de avond van 15, 16 juli, de dag dat de regeermacht wisselde van de meneer Carteram. Nee, duidelijk. En ik heb de discussie gevolgd. Ja. Dit is niet de eerste keer dat daarover gekibbeld wordt, toch? Ja. En ik ken veel andere data, meneer Carteram. En ik kan zeggen, beide partijen liegen en bedriegen. Ja, nou goed, het volk pinaart, toch? En het volk pinaart. Ja. Ja. Toch? Ja, dus uiteindelijk betaalt het volk de prijs. Ja. Want ze hebben geen eten, geen drinken, geen water. Simpele zaken, schoon. Meneer, wij Surinaamse Nederlanders houden het volk daar in leven. Ja, met pakketjes. Door pakketjes en overmakingen, de Western Union overmakingen, et cetera. Yeah. Heeft u, er gaat op dit moment op social media zo'n video rond over zeg maar de presentatie van Suriname op de expo in Dubai. Heeft u dat gezien? Ik heb het gezien. U lacht, waarom lacht u? Wel, ik heb het ontvangen van een goede kennis van mij, die ook bij u af en toe in de uitzending is. Ja. En hij gaf natuurlijk zijn oordeel mee van kijk hoe schandalig dit proces eigenlijk in volle uitvoering is. Ja. Een aanfluiting, gekoppeld aan het bedrag dat er daarvoor uitgegeven zou zijn, toch? Ja. En we weten dat de man vanavond met een vliegtuig gecharterd van meer dan 400.000 euro of US dollar naar Dubai gaat vliegen. Is dat waar wat u zegt nu? Dat hij met een vliegtuig van Belgisch, uit België voor 400.000 euro richting Dubai gaat vliegen? Het bleek is dat die 737 die ze huren voor een transatlantische vlucht meer dan 300.000 US kost. Ja. En als je naar Dubai wil vliegen, kost het veel meer. Schandalig. En dat is de vlucht. Ja. We weten niet in welke dure hotel hij en zijn vrouw gaan bivakeren. En aanhang, toch? Want er is... En aanhang, de geweldige adviseurs en bobo's en obo's. Ja, en wat nogmaals, even ik begon, dus de expo, zeg maar het paviljoen van Suriname, met wat we zagen langskomen, wat voor indruk kreeg u daarop? Ik vond het van geen waarde, betekenisloos, meneer Carteram. Ja. Als je je wilt exposeren, toch, dan moet je laten zien welke producten je gaat kunnen aanbieden op de wereldmarkt. Ja. Ga je een cotonissie aanbieden op de wereldmarkt? Hm. Kan je een boomslier aanbieden op de markt? Nee, toch? Of de Surinaamse keuken? Ja, meneer Poetin wil niets van de Surinaamse keuken weten. En de Arabier zeer zeker niet. Hmm. Toch? Ja. Die op zoek is naar, hoe heet dat, halal eten. Ja. Begrijpt u? Hmm. Allemaal onzin, meneer Carteram. Een expo heeft een teert op een valse gedachte. Het verleden, lange verleden, weg vervlogen tijden, was het de bedoeling dat we de wereld wilden laten zien welke producten wij in de wereld al kunnen maken. Mm-hmm. Vandaag de dag weet de wereld precies in welk land welk product gemaakt wordt. Daar hebben we geen expo voor nodig. Mm. Het voegt geen enkele toegevoegde waarde om jouw land te promoten. Ja. Is totaal niet aanwezig. Dat betekent, wij houden onszelf voor de gek dit feestje mede te organiseren. Ja. Allemaal onzin, meneer Carteram. Een evidentie cadeau voor Santoki en zijn vrouw. Ja, het is een plezierritje, uitje voor ze, toch? Ja. Niet meer, niet minder, op staatskosten. Ja. De
de belastingbetaler dekt de kosten. Ja. Prima, laten ze maar gaan, laten ze het maar doen. Ja? Ja. Hij heeft al 17 maanden bewezen dat hij geen land kan besturen. Ja. Toch? Het enige dat hij kan, en ik ga hem even denigrerend bejegenen. Ja? Hij kan alleen maar een stropdas aandoen en een pochette in zijn reserve plaatsen daar. Ja, en hij pleit Biggie Mang en laat zich in een auto rondrijden met 3, 5 begeleidende auto's. Maar feitelijk heeft hij laten zien dat hij een land niet kan besturen. Ja. Je land is 17 maanden in een failliete status gebleven. Ja, de vorige regeringsleider heeft het land failliet gemaakt. Maar jij hebt 17 maanden lang laten zien dat jij geen enkele verbetering daarin kan brengen. Ja, ik las vandaag een bericht. Hè. Het had betrekking op Wanica Noord, Noordwest, de commissaris daarvan. En die zou zeggen dat ze geen geld heeft om tegemoet te komen aan allerlei verzoeken die vanuit de samenleving bij haar gedeponeerd worden om een aantal toch wel basale zaken te kunnen oppakken. Zoals het onderhouden van een school, hè, het onderhouden van een speeltrein voor een sportvereniging. Mm-hmm. En zo nog een, ik bedoel, en... Het is voor... opmerkelijk, meneer Carter. Ja, toch? Het is opmerkelijk, waarom? Ja. En je gaat zeggen van wie houdt wie voor de gek? Ja. U weet, meneer Agaibersing, minister van Financiën, toch? Had uitgesproken, publiekelijk, niet één keer, herhaaldelijk, Santoki idem dito, wij hebben over de eerste 6 maanden van 2021 een spaarsaldo van 1,5 miljard SRD. Ja. Oké, meneer Kateram, als je de eerste maanden hebt gespaard, dan zou je verwachten dat je de maanden daarna ook spaart, toch? Tuurlijk. Oké. Maar waarom horen wij nu uit de samenleving, uit het bestuur, Paisa Nahai? Ja. Agaibersing zegt ook, wij kunnen de brandstof, kosten niet dekken. Nee, ja, precies, ja. Maar hij is een goede spaarder. Wie houdt wie voor de gek? Ja, maar hebben ze niet in de gaten dat de tegenstrijdige berichten het land in de samenleving... Nee, maar dat is wat ik bedoel, toch, ja. Meneer Carteram. Suriname is het land waar de massa onweldenkend is... Simpel gezegd, de massa is dom. Ja. Het kan niet de realiteit zodanig bevatten, beschouwen, dat het het kent, toch? Ja. Dat maakt dat deze mensen met leugens en bedrog ermee wegkomen, meneer Carteram. Want dat is wat we zien. De melee. Ja. Onverifieerbare data verkondigen en zeggen ik ben een geweldige boekhouder. Terwijl het volk krepeert. En je gaat voor 1,3 miljoen euro naar een feestje. Bijvoorbeeld. Toch terug? Nee, maar dit is... Ik bedoel, de samenleving verhongert, verpietert. Ja. Ja, ja, ja. En deze man gaat zonder enige vorm van, bedoel, gewetensroeging. Dat, bedoel, een goede leider, die zou natuurlijk hier toch niet mee kunnen leven. Je zegt het precies, zonder gewetensroeging, meneer Carteram. Wanneer ik alle analyses ten aanzien van Suriname gemaakt heb, ja, zowel politiek, economisch, sociologisch, hè, bestuurlijk heb beschouwd, analytisch, dan heb je de zogenaamde symptomatische verklaringen vastgelegd, maar dan moet je er doorheen gaan kijken en dan zie je een fundamentele oorzaak, fundamentele probleem. En wat is dat, meneer Carteram? De Surinaamse politicus heeft geen geweten, heeft geen rechtsgeweten. Daarom mag Bouterse straffeloos ermee wegkomen. Ja. Begrijpt u? Ja. En daarom ziet u dat drugstransporten plaatsvinden, maar nooit een drugsdealer opgepakt wordt. Toch? Dat is wat we zien. Terug. Kortom, dus, 46, ja. De fundamentele oorzaak, meneer Carteram, ja, is het gebrekkig ontwikkeld geweten van de Surinaamse politiek. En dat maakt dat wij een narco-staat zijn, ja, toch? Ja. Dat betekent, dat bewijst van hier, hè, leeft geen rechtsgeweten, toch? Ja.
als bijzondere onderdeel van het geweten. Ja. Toch? Daarvan is sprake. En dat is wat meneer Santokki laat zien. Hij heeft ook een gebrekkig of geen goed ontwikkeld geweten. Ja? Want hij bedient zich van leugens en bedrog. Zijn handlangers, hij noemt ze ministers, zijn bedriegers. Ze liegen en bedriegen. Ja? Zijn bestuurders, ja, van de rekenkamer, van de klap, bij de Centrale Bank van Suriname. Allemaal zijn het handlangers, bedriegers, ten dienste van de topcrimineel daarboven. Nou goed, daarin komt binnenkort een einde, want de Nederlandse Bank stuurt een waakhond daar naartoe. Ja, toch? Ja. U lacht er weer om. Ja, nee. Gelooft ja, ik ga er naar kijken. Ja, u denkt dat het niet gaat gebeuren? Laat ik het zo zeggen, meneer Carteran. Ik moet ze het voordeel van de twijfel voorlopig gunnen. Ja. Toch? Ja. Maar ik ga ermee afrekenen, dat beloof ik u. Oké. Okay. Ja? Meneer Bihari, het blijft treurig. Het blijft hopeloos. Ik bedoel, wij spreken het uit. Gelukkig. En dat hoort men daar ook. En ja, er is geen hoop, hè? Bent u met mij eens? U zegt er is geen hoop, ja. Laten we het anders beschouwen. Ja. Kijk u, meneer Carteram, in ieder geval hou ik mezelf voor dat ik met u goed onderbouwde betogen over het voetlicht breng. Ja. Waardoor de burger de Surinaamse realiteit kan gaan bevatten en snappen. En begrijp wat het meemaakt en waarom het meemaakt zoals het wordt ervaren. Yeah. Maar wat zien we? We zien eigenlijk dat er sprake is van een inconsequente burger. Een inconsequente politici. U weet, er was een reportage in Nederland geweest over de goudfraude in Suriname. Van Twan Huis. Van Twan Huis. Ja. Yeah. Is er wat mee gebeurd? Nee. Inconsequentie. Ja. We hebben laatst gezien weer een Deense goed onderbouwde ja, onderzoek. Ja. Wat zien we weer? Inconsequent handelen. Ja? De Surinamer is een inconsequent wezen. Waarom is het inconsequent, meneer Carteram? Het heeft een gebrekkig ontwikkeld geweten. Het heeft een gebrekkig ontwikkeld rechtsgeweten. Ja, maar is het niet zo dat met name de controle, hè, over het doen en laten van de machthebber, dat daar het spaak loopt, lees de media, ja, maar, ja, toch? Ja, dat zegt u precies, ja. Maar controle verre, geweten, rechtsgeweten. Nee, maar ja, één, maar het hele systeem is gecorrumpeerd. Ja. Toch? Want die journalist die wil wel een artikel schrijven, maar die baas zegt nee, je mag het, toch? Ja, maar daarom zeg ik, ja. Het bestaan van een narco-staat, ja, heeft als implicatie, als gevolg, dat onze controlerende organen, onze wetshandhavende organen, blijkbaar ook niet functioneren. Want als het wel zou functioneren, dan zou Suriname effectief geen narco-staat zijn. Nee, duidelijk. Toch? Dat ja. Betekent dat in het volledige spectrum van actoren, geweldige bestuurders, family en friend bestuurders, toch? Sprake is van een gebrekkig ontwikkeld geweten, van een zeer slecht ontwikkeld rechtsgeweten. Dan mogen we niet als resultaat verwachten het bestaan van een democratische rechtsstaat. Wel nee, u heeft te maken met een failed state, zoals het in het Engels heet, een gefaalde staat, ofwel een criminele staat, ofwel een narco-staat. Dat is Suriname. Na 46 jaar onafhankelijkheid, met een wilde idee van revidentie, het geloof in eigen kunnen, ja, waarin geloven ze? Ze geloven in het feit dat ze eigenlijk een schone schijn ophouden van het willen zijn van een democratische rechtsstaat, maar feitelijk zijn het criminelen. Er is een relatie tussen een burger en een gekozene, toch? Als de gekozene een crimineel is, dan wil dat zeggen dat de kiezer ook een crimineel is. Oei.
of een onvoldoende weldenkende brein heeft, of laten we zeggen, een brein heeft waarin een zeer of helemaal afwezige gewetensfunctie in huis. Meneer Bihari, u weet, hè, in een systeem waar cliëntelisme, nepotisme, zeg maar, heersend is, wordt de kiezer gedwongen uiteindelijk zijn verstand op nul te zetten. En dan vanuit het privébelang, hè, bedoel, u weet. Ja, overlevingsmogelijkheid. Ik ken dat argument. Ja. Ik ken het, toch? Ja. Dus, maar meneer Carteram. Ja. Ja. Oké. Ik heb daar 12 jaar gewoon niet gewerkt, toch? Ja. Als ik me afhankelijk had moeten maken, dan zou ik ook in een gecorrumpeerde situatie terechtgekomen. Ja, maar u had het geluk dat u bronnen... Ik heb er willens en wetens voor gekozen dat niet te doen. Nee. Nee, maar u had nog een bron. Ja, ik bedoel, ik ga daar niet verder over uitweiden. Ja. Hè, dus u hoefde niet afhankelijk te zijn van die figuren daar. Maar die arme Surinamer, toch... die verder geen andere bronnen heeft van inkomsten, die helemaal voor een baan, hè, bij de overheid vooral afhankelijk is van dit soort van lui, ja, die zal natuurlijk 10 keer nadenken voordat hij andere keuzes gaat maken. Want, er, ja, zijn in de samenleving genoeg mensen die het anders hadden moeten doen. Zeker. Maar ze doen het niet, meneer Carteram. Nee. Ja. Nee, en het zijn niet alleen maar de minder gescholden, zelfs de goed gescholden die laten zich afhankelijk maken. En die houden hun mond dicht als ze hun mond open moeten doen. Ja. En omdat het opportunistisch belang veel hoger prevaleert dan het hoger doel, het algemeen belang. Mm-hmm. Ik hoor iemand klagen over EBS en denk ik, ja, maar kom dan ermee voor de dag, toch? Ja. En kijk, zeg, EBS, meneer Carteram, het vraagstuk energietarieven. Ja. Geen enkele regering in Suriname heeft een jaarrapport van EBS ooit gepubliceerd. Klopt. Geen enkele, ook Santokki niet, de man van transparantie, de VAP van transparantie, Gayadin, zet de boel flink mee te bedonderen. En soms moet ik namen noemen, meneer Carteram, omdat deze mensen het volk schofferen. En wanneer je het volk schoffeert, dan ga je Bihari tegenkomen en dan gaat Bihari jou als achterbakswezen betitelen. En dat is wat ik nu doe. Want meneer Gayadin weet en behoort te weten dat er een jaarrapport van EBS op tafel moet komen. Hij vroeger er tegenaan geschopt en nu zit hij in het politieke bestuurscentrum om te regeren. En hij doet het niet, hij dwingt het niet af. Want dit is iets persoonlijk tussen mij en Gayadin. Want ik had hem geholpen. Ik zeg, Gayadin, got ik een rapport. Dan ga ik je helpen dat ding te begrijpen. Toch? En hij probeerde en dan zegt hij aan een bouta negiming. En nu heb je de regeermacht. En wat doe je? Je laat Chan Santokki ermee wegkomen. Door ook een rapport niet te publiceren. Okay. Dat zijn onze Surinamers, meneer Carteram. De man naar geweten. Kortom, als het op dat niveau al treurig is, dan wat verwacht je van die gewone kleine man? Hè? Precies, die moet die heeft uiteindelijk na 46 jaar lang, wij kennen het fenomeen apathisch worden, toch? Ja. Wanneer je het volk 46 jaar lang hebt bedrogen, dan heb je het volk kapot geslagen in haar gevoel van zelfrespect en zelfwaardering. Klopt. Zo'n volk, meneer Carteram, komt nooit in opstand. Het is een onderworpen wezen. En dat is waar deze politici misbruik van maken. Het volk is doodgeknuppeld geraakt, toch? Het heeft geen lef en moedigheid meer. Het waardeert zichzelf niet meer, toch? Dan moeten wij niet naïef zijn door te denken, dit volk gaat in opstand komen. Nahoi. Het is een slaaf, dat is waar meneer Roy Bikari van de week heeft gepubliceerd. Ja, zag ik. Zijn residentie in Katibo. Ja. Ik had hem trouwens vandaag willen spreken, maar hij is onderweg naar een leuke bestemming. Ja. Klopt. Oké, meneer Bihari, ik denk dat we genoeg hebben gezegd.
en gesproken in verband met 46 jaar, nou ja, de achterstelling noem ik dat. Ik bedoel, falend beleid en het voor de gek houden van het eigen volk. 46 jaar. En ja, de vraag is, was het anders gelopen als we niet onafhankelijk waren geworden? Dat is een hypothese waarin we niet in moeten gaan. Ja. Over te gaan, vind ik. Ja. Toch? Ja. Ik vind het een aanfluiting voor de Surinaamse politiek. Ja. Dat ze met een term de boel nog steeds willen bedonderen. Residentie. Ja. Hè? Ja. Hou toch op. Hè? En volk burger, wanneer u vandaag hebt geluisterd naar mij. Jij moet ophouden jezelf voor de gek te houden. En sta op. En voor de gek te laten houden door deze politici. Ja, ze moeten opstaan, hè? Nou, dat gaat niet gebeuren, want ik heb u de analyse gegeven. Nou ja, in de hoop dat er één tussen zit die toch wel die kwaliteiten heeft. En bereid is met een zeepkist op het plein te gaan staan, iedere dag. Nee, het is er niet. Het is... En dat is meneer Kartala. Ik heb een klein beetje hoop, meneer Bihari. Dat het toch... Wel, ik heb hard gewerkt. Ja. Ik wilde ze opvoeden daarin. Ja. Ik denk dat we dan ergens een ticket moeten gaan kopen. En wat mensen moeten sponsoren die kant op te gaan. Kijk, soms komt een schoonmaak van binnen uit. Ja. En soms komt een schoonmaak van buiten af. Ja. Als het niet van binnen uitkomt, zal het van buiten af komen. Nou. Laten we daar ons hoop op vestigen. Dat er ergens ooit die schoonmaak plaatsvindt. Een grote schoonmaak. Het grote schoonmaak, of het van binnen of buiten, maakt mij niet uit. Maar dat ze met de bezem door dat hele systeem gaan. En al die incompetente personen wegvegen. En zorgen dat er nieuw vers bloed, daar in dat land met nieuw elan, zeggen ze. Uiteindelijk weer een andere koers gaan uitzetten. Ja. Voor wat meer perspectieven en hoop voor, nogmaals, voor de mensen die verdienen beter. Toch? Tuurlijk verdienen ze beter, meneer Carter. Ja. Ik weet. Ja. Ik weet dat de Surinamer feitelijk een veel beter bestaan zou kunnen hebben. Ja. Dan de moslims van Abu Dhabi en Dubai. I know so. Ja. Begrijpt u? Ja. En dat is het trieste vanuit mijn perspectief beschouwd naar Suriname toe. Ja. Toch? Het is helaas verborgen kennis, hè? Maar het komt eraan, dat is wat ik weet. Oké. Het komt eraan. Ik ga u bedanken, we blijven vol verwachting wachten en uitkijken. En wij hebben blijven contact hebben en zodra u wat meer te vertellen heeft en wat meer feiten met ons wilt delen, dan horen we dat graag van u. Want wij willen natuurlijk weten wat Santokki gedaan heeft, hè? Nou, ik hoop dat hij me aanklaagt. Ik wacht. Ik kijk er naar uit. Ik hoop het niet voor u. Omdat, nogmaals, bedoel, daar is het niet voor bedoeld. Maar dat het, het land ten goede mag komen, wat u gezegd hebt. En dat mensen... Dat toch? Sowieso. Ja, daar gaat het om. Oké. Dank u wel. U ook. Bedankt. Ja, en tot gauw weer. Hè. Doen we. Dank u wel. Dag. Doeg. Lieve mensen, dat was meneer Anand Bihari en ik ben al heel erg over tijd, zoals u dat ziet. Want in de regel moet ik al om 7 uur mij gebeld hebben, want het eten wordt beneden koud. Ja, 7 uur moet ik eten, hè. Ja, u weet, het eten is voor mij heel belangrijk. Nee, grapje. We gaan nu echt eruit. Het is wat mij betreft een treurige dag, blijf ik het zeggen. En ik zou zeggen, let's hope for the best. Let's hope for the best and the best for the future. In the future. En waar het vandaan ook mogen komen, dat het maar komen gaat in het belang van de mensen die daar beter verdienen. Want dat recht hebben ze. En dat ze verlost worden door dit soort van kwakzalvers. Want dat zijn ze zeker. Die toch wel eigen belang voorop stellen. Nogmaals, u hoort het vandaag. Ik hoor voor 400.000 US dollar of euro wordt een vliegtuig gehuurd om te vliegen naar Dubai. Nou, nogmaals, als dat waar is. Ik had het ook eerder gehoord. Maar als dat waar is, dan is dat toppunt van criminaliteit. In de politiek, hè, ten opzichte van je kiezers. En dan nog een keer 900.000 US dollar aan een expo uitgeven waar de vraag blijft van waar is dat voor bedoeld.
en feitelijk Suriname niks oplevert, terwijl de mensen daar beter af zouden zijn als dat geld besteed zou worden aan die voetbalclub, aan die scholen, aan allerlei gezondheidsverzoeken van gezondheidsinstellingen voor een mondkapje, een handschoenetje, noem maar op. Allerlei basale zaken die het dagelijks leven ertoe doen. Dat geld zou daarin geïnvesteerd kunnen worden. En natuurlijk de lekkende schoolgebouwen. Lieve mensen, dus en dan als je dan dit soort van bedragen hoort, uitgeven voor niets. In de, men